De cleantech-industrie heeft zich de afgelopen 10 jaar sterk ontwikkeld. Dat is natuurlijk omdat de verduurzaming een heel belangrijke rol speelt, maatschappelijk gezien. En we hebben sterke groei gezien, even met een dipje tussen 2010 en 2011 in de investeringen. Omdat dat natuurlijk te maken had met de kredietbeperkingen ten gevolge van de kredietcrisis. Maar de vooruitzichten zijn voor deze sector uitstekend. De veranderingen die we de afgelopen jaren in de cleantech-industrie hebben gezien, die hebben met name met professionalisering te maken. We hebben gezien dat een aantal sectoren eigenlijk vanuit het pionieren naar een volwassenheid zijn gekomen. Denk aan wind op land, denk aan wind op zee, denk aan energiebesparing, WKO. Dus heel veel technologieën hebben een fase van volwassenheid bereikt. Tegelijkertijd zien we een instroom ook weer van nieuwe technologieën die weer nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden bieden. In de cleantech-industrie liggen nog heel veel uitdagingen. Ten eerste moeten we kijken naar kostenbesparing. Dus de technologie moet goedkoper, waardoor het eigenlijk sneller zijn intrede kan doen en ook de business case voor heel veel toepassingen verbetert. Tegelijkertijd liggen ook heel veel kansen voor energiebesparing. Die zijn nog onvoldoende benut. En ook voor het balanceren met de intrede van meer duurzame energie is er ook zeg maar meer verandering op gebied van vraag en aanbod. En dat zullen we moeten balanceren en dat vraagt aan nieuwe oplossingen, smart grids, maar ook energieopslag, iets wat we eigenlijk nog niet goed in de vingers hebben. De oplossingen die we nodig hebben zijn van technologische aard, maar ook van sociale aard. Mensen moeten zich anders gaan gedragen, maar we moeten ook de maatschappij anders inrichten. We moeten anders gaan denken over energie. Energie is niet meer een commodity, maar wordt iets waar je ook als consument zelf een rol in kunt gaan spelen. De toekomst van de cleantech-industrie ziet er naar mijn idee erg zonnig uit. Wij verwachten ongeveer een groei van factor 4 tot 2020. Dus de sector zal 4 keer zo groot worden. En waar vind je die groei op andere sectoren in Nederland? Dus de markt zal groeien, de mogelijkheden zullen groeien, de technologie zal toenemen. Dus het zijn allemaal factoren die heel positief zijn en zeker een impact hebben. En wij verwachten ook dat Nederland daar een positie in kan opbouwen. Bedrijven die willen groeien, moeten zeker naar de Cleantech Business Day komen. Dat is eigenlijk de sector waar de komende jaren de groei zal gaan plaatsvinden. Dus als je te maken hebt met technologie, met financiering, met ontwikkeling en ook met de toepassing, dan is dat eigenlijk de place to be.